Tijdens de 10e kindergemeenteraad in Beuningen hebben leerlingen van 6 basisscholen concrete plannen bedacht voor duurzaamheid. Het beste plan wordt uitgevoerd en daarvoor is €2500 beschikbaar. Ons plan is om het afval op te ruimen en om het dan om te zetten in keuzes, dat je er een kunstwerkje maakt. En dan doen we dat samen met de kunstenaar Diederik Grootjans. Zo komt het er zeg maar uit te zien, want hier is iemand die afval weggooit. En dan ziet het er uiteindelijk helemaal zo uit. Ik weet niet of je het kan zien, maar het ziet er helemaal vies uit. En dan op school ga je het dan opruimen, dat zie je hier. En uiteindelijk komt het dan helemaal schoon weer uit te zien en dat willen we graag. Basisschool De Ruiter heeft hun plan het beste verdedigd. Het voorstel van afval naar kunst, waarbij afval rondom scholen wordt verzameld om er vervolgens kunst van te maken, gaat worden uitgevoerd.